Vaak hoor je, maar deze vaccins zijn zo snel ontwikkeld, dat kan toch nooit veilig zijn? Ja, dat kan dus wel. Normaal gesproken gaat het eigenlijk veel te langzaam. In de westerse wereld hadden wij al jaren geen problemen meer met infectieziektes. Dat was een probleem van de derde wereld. Het is cru, maar daarom was er minder motivatie door het Westen om daar veel tijd en geld in te steken. Nu is er gezegd, maar dit coronavirus is wel ons probleem. Er worden miljarden geïnvesteerd en iedereen laat alles uit zijn handen vallen om aan dit vaccin te werken. En ja, dan gaan dingen veel sneller. Dat zie je ook bij de beoordeling. Normaal gesproken wordt gewacht tot het hele onderzoek klaar is en dan gaat het in één keer naar de autoriteiten. Nu kijken ze vast naar de laboratoriumonderzoeken en de resultaten van de eerste fase, terwijl de rest van het onderzoek gewoon doorgaat. Ook zetten de toezichthouders extra mankracht in om alle dossiers te beoordelen, zodat het proces sneller gaat.